Matteo, uiteindelijk toch wel een punt gepakt, maximaal haalbare denk ik. Ja, ik denk het wel. Uh, zeker na die rode kaart hebben we met man en macht proberen te verdedigen en uh, in de counter gevaarlijk te kunnen zijn. Um, goed, ik denk dat we dan vandaag heel goed verdedigd hebben en dat, uh, dat de 0-0 maximaal haalbaar was. Met ja. Ja, name opviel na de rust. Want voor de rust krijg je toch een paar behoorlijke kansen. Maar na de rust heb je nog maar eentje, eentje gehad. Dus wat dat betreft uh, hadden we alle problemen om dat nog meer situaties uit te buiten. Ja, je weet natuurlijk, dat jong Ajax die voetballend heel goed zijn, dat je niet uh, met 10 man hoog druk gaat moeten zetten. Dus uh, we hielden het compact, uh, probeerden de linies uh, kort op elkaar te zetten en in de counter uh, wat mogelijkheden te creëren. Alleen in de tweede helft komen we er niet meer recht uit. Maar ik uh, denk dat het belangrijk is, is dat we vandaag wel uh, een punt meenemen naar, uh, naar Den Haag. Echte kansen hebben jullie nu gehad. Er was één bal. Volgens mij was dat van daar vlak op uh, bonus. Ik kon niet precies beoordelen waarom die scheider daarvoor vloot, want het was ook geen vrije trap voor een buitenspelsituatie, want er gaf een opgooibal. Heb je gezien wat er op dat moment schande was? Uh, eerlijk gezegd niet, dus ik kan hier uh, weinig reactie op geven. Nee. Even na een half uur valt dan de rode kaart voor Steven van der Sloot. Vond je het terecht? Hè? Nee, ik denk het niet. Ik denk uh, dat Silla nog in de rug stond. Hij Stond er bijna naast. Ja, die stond gewoon naast, naast de speler, dus uh, absoluut geen rode kaart. Uh, goed, dat is zuur, maar ik denk dat we het als team goed opgepakt op, op, op hebben. Wat is dan een opdracht in de rust van de trainer voor die tweede helft? Met een man minder? Ja, dat we voor elkaar moeten vechten. Dat het, uh, dat het last gaat zijn 45 minuten achter de bal gaan lopen. Omdat de jong Ajax natuurlijk aan de bal heel goed is. Um, dus dat vooral. En dat hebben we vandaag wel gedaan. Maar goed, wat ik net al uh, aangaf. Kansen heb je niet echt meer gehad. Er was nog een situatie aan de andere kant. Waar de keeper Maai bijna de bal in de kool zou verdwijnen. Dat had even mee moeten zitten op dat moment. Ja, met een klein beetje geluk gaat die bal erin. Uh, maar goed, dat geluk hebben we vandaag niet mee. Uh, net zoals die rode kaart. Uh, maar goed, soms zit het mee, soms niet. Maar ik ben blij dat we hier de 0-0 kunnen houden. Wat voor gevoel hou je nu over aan deze wedstrijd? Ja, na die rode kaart ben ik blij met het resultaat natuurlijk. Uh, voor de rode kaart uh, zaten we er ook niet heel lekker in. Verloren we de, 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 de duel, weer tweede ballen. Ik denk dat we na een kwartier wel goed inkwamen, dus dat we, dat we zeker even knie waren. Um, dus voor het half uur had ik wel gehoopt op drie punten. En uh, dat gingen we er natuurlijk voor gaan. Alleen uh, na die rode kaart is het, het meest haalbare gelijkspel. Dus ik denk dat we vandaag tevreden mogen zijn met de 0-0. Tot slot, wat heel positief is, de laatste twee wedstrijden hebben we 0 gehouden. Ja, heel belangrijk natuurlijk. Als je niet kan scoren, dan uh, is het belangrijk om die 0 te houden. Dat doen we nu twee weken op een rij goed. Uh, en Dan gaan we gewoon doorzetten vrijdag natuurlijk. Een stijgende lijn zit erin. En uit de laatste drie wedstrijden zeven punten. Ja, en vrijdag weer een winst. Darie, je komt met de insteek om de derde winstpartij op, op rij te, te boeken. Uiteindelijk moet je genoegen nemen met een punt, met een uur, een man, minder. Dan kan je onmogelijk niet tevreden zijn. Als jij tevreden bent, dan zegt dat voor mij genoeg. Uh, en uh, uiteraard, uh, jij hebt gewoon uh, zeker uh, alles goed verwoord. Uh, uh, Zit het gewoon goed binnen de groep? Uh, gevoel was het gewoon hier om mee snel uh, Ajax onder druk te zetten. Het dwingen uh, uh, in het vroege fase van hun opbouw op fouten en hun abstraffen en uh, op voorsprong komen. Uh, uiteindelijk ging uh, het verloop ging anders. Uh, we kregen gewoon een ge uh, uh, rode kaart met Steven van der Sloot. Waardoor we gewoon het grootste gedeelte van de wedstrijd met 10 man moesten doen. Ja, en dan. Uh, dan vraagt de wedstrijd wel wat anders. Totaal anders dan daarvoor. En uh, het team uh, en spelers moeten bij elkaar uh, stikken. Ze moeten gewoon uh, uh, soldaten worden om elkaar te vechten, met elkaar te vechten, strijden voor de punten van ADO. En dat hebben ze gedaan. En we hebben nul gehouden. Uh, en, en dat is heel illustratief voor het team op dit moment, voor het collectief dat we hebben. Uh, we, 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 we worstelden zo lang om nul te kunnen houden. En nu zie je gewoon: uh, met man minder doen we dat ook. Even terug naar die uh, situatie van die rode kaart. En mijn optiek onterecht. Nou, hoe het training op zich had wel rood kunnen zijn, waar het niet dat Silla nog een in gaf. Dus geen doorgebroken meer. nog? Dat is ons gevoel op het eerste moment ook geweest. Uh, dat heb ik ook bekendgemaakt aan Scheisser uh, 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 onmiddellijk. Uh, de vierde man beweerde uh, juist in tegenstelling daarvan. Uh, dat heb ik gerespecteerd. Maar we gaan wel uh, ons beraden, beelden terugkijken. En ons beraden om uh, hier uh, misschien stappen te gaan nemen. Ten meer daar... Anders, want dat was de knaap die al een gele kaart had. De tweede oude training maakt mijn gestrekt been. En ja. ja, dan denk ik bij mezelf van, uh, wat, waarom geen rood? Ja, weet je wat? Uh, Scheiders kennen mij nog als een speler. En ik heb enorm, enorm veel respect voor hun. Ze zijn simpel ook mensen, net zoals spelers zijn. En net zoals wij trainers zijn. En ze kunnen gewoon ook fouten maken. Zo simpel is dat, weet je. En... Uh, uh, ik vind dat hij tot dan gewoon een, een bepaalde richtlijn heeft gehanteerd in het overtredingen. Uh, wat voor mij belangrijk is als een coach. Hij heeft daarvoor volgens mij twee of drie gele kaarten al uh, getrokken. En, en dat heeft hij in geval van het rechtsbek van Ajax. Op het moment dat hij met gestrekte benen in komt. Duidelijk gevaarlijk spel gewoon vertoond. Niet gedaan. En. en dat snap ik niet zo goed waarom niet. En uh, schrikt hij van het moment dat hij gewoon spelen van de veld af moest sturen? Uh, ja, Allerlei vragen komen mij bovenop. Maar het is duidelijk dat, uh, dat hij daarin heeft uh, ingeverzaakt. En dat hij gewoon fout heeft gemaakt. Uh, dat mag ik wel even duidelijk zeggen. Ondanks dat ik gewoon respect uh, voor hem als zijzitter heb. En kort naar het voetbalonderhaal. Met name in de eerste helft kreeg Ajax toch een paar behoorlijke kansen. Eén keer door een foute inspalpaas van die keeper. Waarbij hij zelf zich heel goed herstelt. Door die bal weg te tikken. Daarna nog een schot van die panel. Ja. Hun hadden meer. Wat dat betreft, aanvallend mogelijkheden als Adelaide. Precies, dat klopt. Zij hebben, wij hebben één kans gehad, volgens mij eerst zelf met uh, Matteo Waam. Ja, vijf meter van de doel af raakt hij gewoon bal. Uh, uh. Ja, te slordig. Uh, hadden we veel meer kunnen eruit halen. Ik, schat, ik, ik zie hem als 100% kans. Daar tegenover heeft Kilian twee goede reddingen verricht. En uh, daar heeft hij uitstekend gedaan. Hij heeft ons vanavond, uh, ja, ik wil niet zeggen dat het regende met kansen van Ajax. Uh, zeker niet ook tweede helft. Je zei het na de rust. Ik heb er één kunnen tellen, maar de rest niets meer. Ja, dus jongens hebben hartstikke goed gedaan. Maar dat blijft toch. Die, uh, ja, dat... Dat dat gewoon één of twee gevaarlijke momenten zullen komen. En daar heb je gewoon een keeper nodig die dan gewoon alert is en plug in de, in, de, in de wedstrijd houdt. En dat heeft hij gedaan en daar verdient hij ook compliment voor. Wat was de opdracht na de rust: twee blokken van vier, en dan proberen een beetje terug te zakken. Kort te maken, klein te maken. En ijs, wat dat betreft, kwam er ook niet doorheen. Precies dat wat je zegt, dat heb je ook heel goed gezien. Uh, uh, we moesten gewoon li twee linies maken van vier. Uh, Lee even toch laten inzakken en twee centrale verdedigers eigenlijk vrij aan de bal laten en niet hun middenveld. Nou, uh, uh, baal hebben we gegeven aan het twee centrale verdedigers. Zij mogen spel gaan maken. Nou, dan weet je gewoon dat de minste spelers in het elftal baal hebben bij de tegenstander. Uh, Lee was het gewoon een leider van het, uh, van het leger. Uh, als een uh, soldaat ging hij gewoon ongelooflijk vieze meters maken. paaslijnen naar middenveld eruit halen. Druk zetten. In aanvallend opzicht vechten voor elke duel. En wij hebben tegen spelers gezegd. Uh, ja, vanuit die situatie willen we gewoon wel toch uh, proberen wat spellenvattingen creëren rondom hun 16 meter. Als de gelegenheid zich voldoet om vanuit daar gevaarlijk te worden. Wij zagen ook dat de keeper ver van de doel af stond. We gewoon gewoon spelers die dat wel zouden kunnen doen uh, als uh, Derro van Mijen, Jari vlak schieten vanuit eigen spelhelft, ja ook hebben aangegeven en. Uh... En, uh, en wij wilden gewoon wel met het, uh, het wisselpaas uh, Joel in een tegen één gelegenheid stellen. Met die, uh, met die bekende rechtsback die al gele kaarten uh, had, maar die werd gewisseld in de rust. Maar dan nog, Joel heeft een actie waarin waaruit gewoon nog wat gevaarlijk kon worden. Ja, dat zijn de enige wapens die je nog hebt. En uh, om, om Ajax nog te gaan laten jagen met man minder, dat, waren, dat, uh, dat was zelfmoord geweest. Om positief af te sluiten, voor de tweede keer, houden nul. Ja, absoluut uh, positief uh, moeten we dat ook zien. Ondanks dat we hier naartoe zijn gekomen met uh, verwachting, hoge verwachtingen om wedstrijd te winnen en lekker derde winning achter elkaar te boeken. Maar uh, als je ziet de, de, de wedstrijd en het grootste gedeelte met tien man uh, 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 uitspelen, dan, uh, dan wil je maar één ding zien: en dat is strijdend ado. En dat hebben we te gezien.